Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de podcast-studio in Ede met de missie de online automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Vindio, used car controller en tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie om de online automotive beter te maken. En vandaag gaan we auto's keuren met Jimmy Grijmans uh, van Autokeuringen uh, Als ik het goed heb, Jimmy, leuk dat je er bent. Hey, goedemiddag, aangenaam, leuk dat ik vandaag ben uitgenodigd. Ja, graag gedaan. En uh, kun je ons wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet? Ja, mijn naam is dan Jimmy Grijmans, ik ben uh, 27 jaar oud. Ja, yeah. en sinds in 2019 ben ik begonnen met het opstarten van Occasion Curing Nederland. Mm -hmm. En uh, inmiddels zitten we hier. Dus, ja. uh, en je hebt ook iemand meegenomen die niet in de podcast komt, maar je bent met z'n tweeën. Klopt inderdaad, ja. Dus uh, gelukkig ging het steeds beter en werd het drukker bij ons. En uh, toen is mijn zus afgelopen jaar bij ons in de zaak gekomen. Ja. En zij heeft eigenlijk heel veel uh, taken bij mij uit de handen genomen. Hè. Wat dus, leuk, ja. ja. Dus al het ja. klantcontact, after sales, administratie gaat allemaal uh, via haar tegenwoordig. En hoe werkt dat met je eigen zus werken? Gaat goed, gaat ja? goed. Ja, ik had in het verleden al uh, vaker gewerkt samen met mijn vader. Dus ik ja? heb wel eens vaker met familie samen gewerkt dus ik had al een goed uh, voorgevoel erbij, ja. maar het is uh, tot nu toe alleen maar uit te komen. Oké. Okay. Hey, en um, als je het hebt over, over jezelf, waar je vandaan komt, en dergelijke. Um, je hebt Iva gedaan hè? Ja. Klopt. En uh, je hebt bij je vader gewerkt en je hebt bij een keerdealer gewerkt. V vertel daar eens wat over. Ja, ik ben dan uh, begonnen bij de Iva Automotive Business in Driebergen. Daar heb ik uh, de HBO-opleiding gedaan en daar stimuleerden ze heel erg van mocht je al willen proeven aan de autobranche ga zeker bij een bedrijf werken om daar als verkoper aan de, aan de slag te gaan. Dus daar uh -huh. ben ik begonnen, bij een Kia dealer. En daar heb ik denk ik zo'n vijf jaar gewerkt. Veel ervaring opgedaan. Yeah. Uh, ja. En daar ben ik eigenlijk... Uh, Gewoon op de vrijdagavond en de zaterdag en, de zo en de vakanties en dergelijke. Ja, absoluut. Ja. Koopavonden, zaterdagen. Zaterdag was ik meteen de drukste dag. Het dus was ook de leukste dag om te werken. Yeah. En uh, iedere keer als je van school vakantie had, dan... Uh, yeah. Gingen we daar aan de slag. Ja, maar, maar jullie ouders hebben ook een autobedrijf. Hè? Ja, klopt inderdaad. Maar daar had ik echt bewust voor gekozen om eerst mijn ervaring op te doen bij een ander autobedrijf. Ja. En daar eigenlijk heel veel te leren, kijken wat ik allemaal niet goed deed, zeker. Ja. En uh, aan de hand van die informatie was eigenlijk het idee: van als ik klaar ben bij de Kia Dealer, mm -hmm. dan raak ik bij mijn vader de zaken. Oké, okay. ja. maar goed, je hebt die IVA gedaan, de hbo opleiding, maar daarna was je nog niet klaar. Daarna nee. heb je nog veel meer gedaan. Klopt. Toen was ik klaar en toen was ik geloof ik een jaar of 21 en toen dacht ik ja. van oké okay, ga ik nu inderdaad al fulltime aan de slag in de autobranche of ga ik eerst nog iets verder oriënteren. En toen heb ik ervoor gekozen om naar Amerika te gaan om daar te gaan studeren. Ja. Toen ben ik economie en management gaan studeren en vervolgens ben ik nog twee jaar verder gegaan in Tilburg om daar ja. ook international business te studeren. Oké, okay, om echt goed 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 voorbereid te zijn. Ja, ik wilde echt alle oogkleppen af. Ik wilde helemaal ja. een volledige ja idee krijgen van oké okay, wat houdt de markt in wat wil ik gaan doen en uh -huh. waar wil ik echt lange termijn gezien me op blijven focussen ja en toen daarvan wil ik overal een beetje aan proeven toen ben ik teruggegaan naar Nederland en toen uh, was het een kwestie van mijn diploma gaan uh, gaan afmaken ja en nu heb je een afstudeerscriptie gemaakt eigenlijk op het bedrijf wat je nu hebt ja klopt inderdaad hoe kwam je erop wat was het idee erachter wat voor probleem heb je willen oplossen daarmee uh, eigenlijk kwam ik op het idee toen ik bij uh, bij de Kia-dealer werkte. Uh -huh. Toen deed ik ook steeds vaker. Ik had natuurlijk, omdat ik student was. had ik een gratis ns kaart ja. dus konden heel Nederland reizen. Dus eigenlijk altijd tijdens de lessen van mijn school. was ik altijd op zoek naar auto's. Van oké, okay, waar kan ik goedkope auto's kopen? Een auto kopen? Yeah. En toen ging ik dan met, de, met de trein. ging ik die auto's ophalen. Ik deed ze thuis een keer poetsen. en ik zette ze weer terug op de marktplaats. En toen merkte ik heel erg dat ik verschil merkte. tijdens de verkoopgesprekken. die ik voerde bij de Kia-dealer. Yeah. En de verkoopgesprekken. die ik voerde bij mij. Eigenlijk gewoon aan deur. En dat was echt Wat bij, is dan het grootste, het grootste verschil? Ik denk het, het vertrouwen. Het vertrouwen. Ja. Mensen die kopen bij een, een grote dealer... die zien inderdaad een groot pand, 100 occasions... je hebt daar te maken met garantie. Ja. En daar hebben ze toch het gevoel van... oké, okay, hier kan het minder snel fout gaan... dan dat ik hier bij een particulier een auto koop. Ja. Dus de zekerheid in combinatie met de prijs... is wel een motivatie voor de klant... om het zowel bij de particulier voor minder te doen... met minder zekerheid... En voor meer geld met meer zekerheid bij de dealer te gaan. Ja, doen. absoluut. Absoluut. Ja. Dus die, die, die verkoopgesprekken waren totaal verschillend. Al, al was de auto in principe qua betrouwbaarheidsniveau hetzelfde. Ja. Ik merkte gewoon dat de verkoopgesprekken zo anders waren. En dat mensen dan, als ze bij mij particulier een auto kochten. namen ze een buurman mee. of iemand mm -hmm. anders van de familie die schijnbaar heel veel kennis had van auto's. En die ging onder ja. de auto liggen. en die, die stelde ook vragen: van... hoe ze verkopen de auto al? Heeft die schade gehad? En dat soort zaken. En die vragen kregen we bij, bij de dealer niet heel vaak. Nee. En toen dacht ik van, eigenlijk is het raar dat deze mensen in het gevoel hebben dat ze een gok moeten nemen bij een tweedehands auto. Ze kopen ja. een auto van, ik noem maar iets, vijf tot 10.000 euro. En ja. ze hebben het gevoel dat ze een gok nemen. Dus ik dacht van, dit zou eigenlijk niet moeten kunnen. Eigenlijk zouden deze mensen met een zeker gevoel, met een gerust hart een auto moeten kunnen kopen. Ja. En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen om Occasion Keuring Nederland op te richten. Ja, want eigenlijk het probleem wat je dus wilt oplossen is op het moment dat je als particulier zeg maar een auto verkoopt de, of een auto aankoopt dat je dan eigenlijk de buurman die jij misschien niet hebt die misschien automonteur is eigenlijk dus een externe de auto laat zien laat en keuren om zeker te weten dat je geen kat in de zak koopt. Absoluut. Dat je niet meer hoeft te vertrouwen op de blauwe ogen van de verkoper. Ja. Je hoeft geen buurman mee te nemen. Nee. En daarbij al neem je een buurman mee. Je moet natuurlijk een hefbrug hebben. Je moet diagnoseapparatuur hebben. Om echt een goede auto te kunnen beoordelen. En dat willen we eigenlijk uit de handen nemen van de klant. Maar dan. Dan snap ik ook wel zeg maar, van dat dat een heel leuke afstudeerscriptie is hè, om een leuk onderzoek te doen. Hè, papier is na, namelijk heel geduldig. Hè, je, hebt, je kunt fantastische plannen maken. Maar wanneer heb je besloten om te zeggen: Ja, maar dit is niet alleen een afstudeerscriptie. Hier zit echt wat in. Wat gaf jou de doorslag om er echt mee aan de gang te gaan? Uh, eigenlijk tijdens mijn scriptie. Uh, tijdens mijn scriptie was een strategisch marketingplan wat ik moest schrijven. Toen zei de school tegen mij van bij een strategisch marketingplan hoort ook echt veldonderzoek. Mm -hmm. Dus ga met je doelgroep praten, doe interviews en dan kom er ook echt achter. Of misschien ook echt dat je een bepaalde waarde toevoegt voor die klanten. Ja. Yeah, yeah. En toen hebben wij, ik geloof, volgens mij voor mijn scriptie moest ik 40 interviews houden. En yeah. uiteindelijk zijn we uitgelopen tot 100 interviews. Puur voor onze eigen informatie, dat we gewoon nieuwsgierig waren van hebben we hier misschien echt iets te pakken wat mensen echt behoefte aan hebben. Ja. Yeah. Uh, dus hebben we 100 interviews gehouden en eigenlijk. Ja, de percentage waren gewoon zo ontzettend hoog van mensen ja. die zeiden van uh, woorden als onzekerheid, een angstig gevoel, uh, een miskoop. En wij ja. dachten van het, het is gekke werk dat zoveel mensen er eigenlijk op dezelfde manier over denken. En toen was eigenlijk de tweede ronde van interviews als de vraag van oké, okay, maar hoe los je dit op dit moment op? En daar kwam in onze ogen gewoon geen, geen goede oplossing naar boven. Nee, die er op dat moment voorhanden was. Ja, inderdaad. Yes, okay. dus, echt van, dus we hadden probleeminterviews, wat was mm -hmm. de oplossing interviews op dit moment? En er ja. kwam geen goed. Ja, geen goede voorbeelden naar boven. Hè? En toen dacht ik, oké, okay, hier moet op inspelen. En toen was eigenlijk de derde interviewronde. Dat was waar zou je dan behoefte aan hebben en hoe zouden we dat voor jullie kunnen maken? Hè? Nou ja, weet je, kijk, um, bijna elk product um, heeft een aantal en kenmerken. Je moet een motief hebben om het te doen, hè? om iets aan te schaffen. Of het nou een product is of een service is. En het gaat vaak over dat je iets van zekerheid wil of een onzekerheid wil uitsluiten. Ja. Het zijn één van die twee, en hier sluit je daadwerkelijk die onzekerheid uit door zeker te weten dat het een goed product is wat je aankoopt voor wat voor motivatie dan ook daarna. Ja, He? absoluut. Um, nu kan ik me voorstellen dat, nou, je, je doet die interviews, je gaat die doen en dergelijke, maar voordat je van daaruit in een PowerPoint-presentatie iets op een website maakt, zeg maar wat ook functioneert, dat zijn ook nog wel weer een aantal stappen. Klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Hoe heb je die allemaal uh, getackeld? Uh, eigenlijk was de focus inderdaad eerst het scriptie indienen en kijken hoe dat dan zou, zou uitpakken. Eerst is diploma wel. Ja. Dat was eigenlijk wel ja, de bedoeling. Ja, ja. Maar toen kwamen we ook vanuit docenten en van uh, veel mensen kregen gewoon een positieve terugkoppeling. En toen hadden we toch gewoon zoiets van: weet je wat we doen? Laten we alvast een, een, een pagina aanmaken, een website. Uh -huh. Heel simpel, en kijken of er al aanvragen binnenkomen met de vraag van kan ik een aankoop kunnen krijgen. En, toen hebben we mij opgezet en toen ik nog de dag dat ik mijn diploma in ontvangst nam, uh -huh. dus stond voor mij de website echt pas een paar dagen online. Toen kreeg ik al de eerste aanvraag binnen op het moment dat ik op het podium stond voor mijn yeah. diploma op te halen. Terwijl toen, toen stond eigenlijk nog niks helemaal klaar. Nee, de site yeah. stond er allemaal goed bij, maar in de werkelijkheid was het nog niet klaar. En toen dachten we, oké, okay, nu moeten we gewoon gras gaan geven. En is de website en, uh, ooit klaar? De website is nooit klaar. Ja, ja. Nee, 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 nee absoluut niet. nee, nee. nee. Toevallig zijn we gisteren nog in gesprek geweest met... Uh, met de websitebouwers van ons. En nu uh -huh. hebben we nieuwe plannen liggen. Dus we, we blijven ermee bezig. Oké, okay. dus uh, je hebt een idee. Je maakt er een, uh, zoals ze dat tegenwoordig heel uh, heel trendy noemen, een MVP van. Uh -huh. uh, dan ga je een, een bedrijf beginnen. Dat, dat heette vroeger een startende onderneming. Dat heet nu een start-up. Ja, dus we hebben er allemaal terminologie voor. En um, dan maak je de website. Je zet het live. Je gaat wat marketing doen. De eerste orders komen binnen. Maar wie is dan die buurman? Wie is dan die buurman? Wie is dan die buurman die de auto gaat keuren? Uh, onze buurman, die wij uh, eigenlijk in de, hand, in de arm hebben gesloten, dat zijn Bovag-garages. En ook dit hebben we bij onze klanten gevraagd: Oké, okay, waar zou jij behoefte aan hebben? Heb je behoefte aan uh, een monteur van ons? Heb je behoefte aan een bedrijf? En wat voor bedrijf zou dat moeten zijn? En uiteindelijk zijn we een keer gaan kijken, oké, okay, wat zijn eigenlijk de betere bedrijven in Nederland? Uh -huh. Aan welke criteria moeten zij voldoen? En zodoende zijn we eigenlijk op pad gegaan om eigenlijk de, de, de beste garages per regio te werven. Uh -huh. En inmiddels staan we nu op de teller van, ik geloof, 500 aangesloten BOVAG-garages door ja, Nederland. En, en, en is, de, is de KPI dan dat je bovaggarage garage moet zijn en daarna mag je alles doen wat god verboden heeft of wat zijn de echte KPI's waarop jij op let ja dus de boven is inderdaad wel een vereiste dus zonder BOVAG-lidmaatschap kun je bij ons niet in het netwerk komen nee. maar het is wel wij kijken bijvoorbeeld naar uh, de beoordeling op het internet ja. en dat is vier sterren is bij ons het minimum dus van ja. de vijf sterren die je kunt krijgen vier sterren minimum en dat is gewoon om aan te geven dat wij gewoon met uh, toch de bekendheid en de beoordeling dat zegt heel veel dat is ook bij ons een vereiste om in ons netwerk te komen dus zo hebben wij verschillende KPI's en uh, zodra ik Bedrijf daar aan voldoende is bij ons in het netwerk terecht. Zijn het allemaal universele of zijn het ook merkdealers? Allemaal universele. Allemaal universele. Ja. Is dat bewust? Ja, bewust dat inderdaad ieder merk, ieder model bij ons welkom is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ieder merkmodel uh, bij jou welkom is, maar dat je voor ieder merkmodel ook een merkdealer kan zoeken. Kun je ook merkdealers verzoeken, maar ook daar hebben we inderdaad uh, de ervaring mee dat merkdealers toch liever een eigen merk krijgen en Nee, dat snap ik, maar ja. als je nou een keer naar een keerdealer stuurt, dan is er toch niks aan de hand. Nee, nee zeker. Zeker qua, qua ervaring en qua kundigheid kunnen zij het ook. Maar voor ons was het liever. Dus kunnen zij het beter? Eh, van het eigen merk. Ja. Ja, dan kunnen zij het wellicht beter. Steeds meer collega's gebruiken used car controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform. Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller je tot sterkste in je vak. Vindio is de merkonafhankelijke automotive partner. Vindio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Maar bij ons wat wij heel erg belangrijk vonden is dat als klanten bij de auto stonden om eh, met de auto naar ons station te rijden, mm -hmm. dat wij op korte afstand een keuze van kunnen ja, realiseren. Okay. Yeah. En dan vonden wij het belangrijker dat mensen binnen een straal van x aantal kilometer een keuze van hebben mm -hmm. dan als zij bijvoorbeeld dan drie kwartier moesten rijden voor de eerst echt de dichtstbijzijnde merkdealer. Ja. Dat snap ik. Maar goed, dan heb ik de volgende vraag. Hè, van, uh, ik ben op de website, ik ben een particulier, uh, ik, heb, uh, ik ben geïnteresseerd in, in, in een keuring. Uh, nou weet ik van, uh, van alternatieven in de markt dat ze dan iemand naar dat autobedrijf sturen. Maar nu zeg je eigenlijk in je vorige antwoord dat ik als consument eigenlijk met de auto naar een keuringstation toe moet rijden. Hoe werkt dat? Klopt inderdaad. Bij ons vraagt de aankoopkeuring aan en wij zijn eigenlijk de bemiddelaar. Dus Wij zijn de tussenpersoon tussen de particuliere auto-koper ja. en onze partners. En de klant kan dan zelf eigenlijk tijdens de proefrit een tussenstop maken bij een van onze keuringstations. Mm -hmm. uh, het voordeel is dat ze inderdaad eerst de auto kunnen gaan bezichtigen ja. voordat ze de aankoopkeuring aanvragen. Vervolgens vragen ze hem aan en dan reizen ze eigenlijk direct met de auto naar ons dichtstbijzijnde keuringstation. Een ander voordeel is, is dat je daardoor één op één contact krijgt met de onafhankelijke monteur. Dus je rijdt zelf met de auto naartoe. Ja. En dan kun je vaak ook bij de aankoopkeuring er zelf bij zijn, meekijken wat de monteur doet. Je ontvangt persoonlijk advies, je ontvangt het keuringsrapport, je kan meteen je vragen stellen. Mm -hmm. Dus dat is bij ons inderdaad het persoonlijke, vonden wij heel belangrijk. En dat ja. kwam ook bij ons uh, marktonderzoek naar voren dat mensen daar graag ja, toch bij wilden zijn. Mm -hmm. En uh, dus dat is eigenlijk uh, de manier waarop wij te werk gaan. Dus um, stel je voor, ik ben nu bij een, een Kia dealer in Eindhoven. Ja, ik zie daar een fantastische auto, een Kia Sport van vijf jaar. Ik zeg voor jou: ik wil er graag eens mee proefrijden en ik wil er een aankoopkeuring op laten doen. Nou ja, de, in de regel zal iedereen het daarmee eens zijn, want iedereen heeft geloof in zijn product. Die zegt: Joh, prima. Hè. Uh, mag dat nu? Dan zegt de verkoper, Ja, hoor, dat mag nu. Hoeveel tijd heb je daar dan voor nodig als, de, als, als het keuringstation gelijk tijd heeft? Hoe lang duurt de keuring op zich? Is dat een uur, is dat twee uur, is dat vier uur of is dat een half uurtje er even onderdoor onder lopen? De keuring duurt gemiddeld drie kwartier tot een uurtje. Okay. Het is afhankelijk van hoeveel uh, zaken uit de keuring naar voren komen. Maar gemiddeld <tie> genomen tussen drie kwartier en een uur. Maar nu ben ik bij de Kia dealer. Ik zeg van joh, die auto past me dan wel. Dan ga ik naar jullie website toe. Uh -huh. Naar autokeuringennederland.nl Nederland.nl -Nederland En dan ga ik um, aanmelden Kenteken denk ik Kilometerstand denk ik ja. Dan betaal ik een bedrag uh, 119 euro 119 euro Kan ik dan gelijk terecht Ja, dan kun je gelijk terecht Dus wij hanteren geen wachttijden nee. En wij willen juist dat mensen uh, de mogelijkheid hebben om eerst de auto te bezichtigen En vervolgens direct de aankoopkeuring aan te vragen maar heb ik dan binnen vijf minuten antwoord waar ik dan heen moet of zit daar nog een bepaalde, een bepaalde tijdstermijn in dat jullie zeg maar, de aanvraag weg kunnen zetten bij bedrijf A, B of C? Uh, op onze website staat maximaal 30 minuten. In ja? de praktijk is het eigenlijk maximaal 10 minuten. Oké, okay. ja, dus, dus we hebben ik een moet, stukje marge op. Zitten. Maar word ik dan gebeld door het autobedrijf of, of krijg ik in de app een berichtje of krijg ik een e-mail van jullie? Krijg ik een push-notificatie? Hoe werkt dat? Waar ik heen moet? Je krijgt per mail krijgt van ons een, een bericht met erin de adresgegevens ja. met een groene button Startroute. Dus je klikt erop en je krijgt ja. je meteen via Google Maps krijgt de route beschreven naar het dichtstbijzijnde keuringstation. Oké, okay, en die weten dus ook dat ik eraan kom ja. op, de, op dat moment. Ja. En daar hoef ik niks te betalen. Die, de, de keuring is betaald hè, in uh -huh. die zin. Uh, krijg ik ook een keuringsrapport of is dat bij ieder autobedrijf weer anders? Nee, ik krijg inderdaad een officieel keuringsrapport van ons. En van jullie, van die ons. ingevuld wordt door hun. Inderdaad. We hebben het uh, hoe het in zijn werk gaat. Dus het keuringsrapport wordt zodra het kunststion de aanvraag heeft bevestigd. ontvangen zij van ons het keuringsrapport. Mm -hmm. Deze vullen zij digitaal in. En na de keuring klikken zij op verzenden. en dan wordt die per mail direct naar de koper verstuurd. Okay. En ook terug naar ons. Oké. Okay. En, dus, en dus jullie betalen weer het autobedrijf een fee voor de keuring? Inderdaad. Oké. Okay. Ja. ja. Nu kan ik mij voorstellen dat, dat, um, dat, er, um, dat autobedrijven die mee willen doen, dat ook mee willen doen. Om te kijken, ja, als de klant uit de regio dus komt, kan, er ook een klant, uh, eigenlijk, uh, kan ik een klant krijgen die dan in onderhoud bij me gaat. Ja. Gebeurt dat ook daadwerkelijk? Dat gebeurt ook daadwerkelijk. En dat, dat proberen wij ook. Dus er zijn inderdaad verschillende voordelen voor partners om met ons in zee te gaan. Mm Het -hmm. is ja, dus natuurlijk, wij voorzien ze uh, van de provisie die ze per keuring krijgen. Ja. Dat zijn betaalde uren, zeg maar. Dat he? zijn betaalde uren, inderdaad. Ja. En uh, het zijn natuurlijk nieuwe klantcontactmomenten. Dat zijn mensen die dan misschien anders niet bij hun de werkplaats in waren gelopen. En nu hebben zij eigenlijk een klant die met hen voor de eerste keer kennis maakt. Mm -hmm. Als zij goed geholpen worden, heb je natuurlijk de kans dat die klant ook weer terugkomt. Ja. We zien inderdaad wel dat af en toe, volgens mij, één op de drie klanten, die koopt een beetje in de eigen regio bij ons, uit ervaring, ja. in de auto. Dus twee op de drie komen we verder weg, Maar wat wij wel heel vaak te horen krijgen is bijvoorbeeld klant die dan goed geholpen zijn... bij een van onze keuringstations... Ja. die vraagt dan aan ons van... heb je toevallig ook zo'n partner in mijn eigen regio? Ja. Dus zo voorzien we eigenlijk iedere klant... toch weer van een keuringstation ook voor verder onderhoud. En hou je ook je eigen beoordelingen bij? Absoluut. Van absoluut. de dealer, of van de bedrijven die de keuringen doen? Kunnen de klanten oftewel een beoordeling schrijven... over de, de keuring die ze hebben ervaren? Iedere klant krijgt van ja. ons een bericht om ons te beoordelen. Oké. Okay. Ja. Om jullie te beoordelen. Maar ik bedoel ook het de, bedrijf de zelf, zeg maar... dat jullie ook weten... Oh, dat is een bedrijf wat nou twee keer achter elkaar een beoordeling heeft gehad die niet echt positief is. Krijgt hij dan nog een keuring of zeg je van joh, ik ken hem? Nee, we hebben na een eigen beoordelingssysteem van, uh, van de garagisten. Ja. En bij iedere keuring vragen Dat wij. Het kan een klant. interne zijn, hè? Inderdaad. Ja. ja. En dan vragen wij aan de klant van oké, okay, hoe, hoe was de keuring? Ben je goed te woord gestaan? Heb je mm -hmm. goed advies gekregen? Was er, is er genoeg tijd voor je genomen? Al die vragen, al die antwoorden, die slaan we op in onze eigen database. Ja. En van daaruit bepaal je ook, zeg maar, wie misschien meer. Keuringen krijgen we misschien minder of geen keuringen. Ja, zo blijven we inderdaad krijgt. steeds beter over. Ja. Dus inderdaad, toen we net begonnen, toen hebben we inderdaad wel eens gehad dat we inderdaad een partner in ons systeem hadden staan. Uh -huh. Die dan voor de eerste keer of voor de tweede keer een keuring heeft gedaan. Maar daar is het dan uiteindelijk wel bij gebleven. Ja. Hey, en ik kan mij ook voorstellen dat uh, autobedrijven daarin mee willen doen, moeten ze dan nog een, een fee betalen om uh, mee te mogen doen? Een, een, een startfee, of wat dan ook? Of is de, uh, is de entree gratis? Nou, we hebben dus geen instapkosten, ook geen abonnementskosten. Nee. Het is meer de, de toewijding dat als een keuring binnenkomt. Dat ze inderdaad gewoon flexibel zijn en meewerken aan, uh, aan de aanvragen. Ja. En hoe hou je die kwaliteit uh, in de gaten? Heb je een SLA met ze af, afgesproken? Uh, we hebben wel afspraken, maar die zijn tot nu toe mondeling. Ja. Omdat we inderdaad nog heel erg een filter waren in het begin. En, uh, nu Moet merk je, je wel veel afspraken maken met 500 uh, Ja, heel veel afspraken. Inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk de, wij zijn eigenlijk dag en nacht bezig met het contact met onze garagisten. Hè. Ja. Maar op een gegeven moment merk je van als je bijvoorbeeld tien keer bij een bepaald bedrijf een keuring hebt laten uitvoeren. En tien keer zijn klanten helemaal dol enthousiast over die garage. Mm -hmm. Dan weet je wat je van elkaar kunt verwachten en dan, dan zijn de afspraken duidelijk. Yeah. Maar uh, dus in het begin was het heel erg een kwestie van filteren. Ja. Okay. Als je nu dus kijkt, nou doen jullie heel veel keuringen. Um, nu weet je dus ook heel veel van de verschillende merken. He, bij, bij wijze van spreken, bij Subaru uh, zie je geen enkel mankement en bij Audi zie je het ene en na het andere mankement. Heb je dat ook redelijk wijs in kaart en vraag ook importeurs, zeg maar, naar die inspectie, uh, inspectierapporten geanomaliseerd? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, absoluut. Op dit moment doen we er geen verdienmodel aan hangen of uh, verdere stappen mee. Maar wat we wel doen, is natuurlijk alle data verzamelen. Dus wij ja. uh, in het eerste jaar hadden we altijd fysieke keuringsrapporten. Dus dat is een kwestie van uitprinten, afvinken aan de klant meegeven. En sinds, uh, ik denk begin dit jaar, hebben we alles gedigitaliseerd. Dus alle kunstporten die we hebben, die worden bij ons opgeslagen in een database. En daar doen we onze eigen analyses uit halen. Ja. En pas als die database dusdanig groot is, dan willen wij misschien die informatie laten gaan gebruiken voor, uh, ja, voor verdere stappen. Zoals een importeur die zegt van, joh, wat zijn mijn top vijf mankementen die jullie tegenkomen. Ja, inderdaad, ja. Ja. Dus dat kan ook wel een optie zijn voor in de toekomst. Absoluut, absoluut. Ja. Want we hebben wel echt unieke informatie van, van de tweedans ouders die op dit moment rondrijden. Ja. Ja. Nu, nu hebben we bij Marktplaats hebben we een aantal uh, consumentenpatronen. Hè. We hebben de mensen die, uh, die geen zekerheid zoeken, die weten exact wat ze willen hebben. Hè. De confident hunter. Maar, uh, maar je hebt ook mensen die dus inderdaad zeg maar, ja, heel erg bang zijn om, om, om een kapitaalgoed aan te schaffen, wat een auto is. Omdat ze niet snappen wat een auto is of niet de techniek begrijpen of alleen maar lezen dat dat, dat alle autoverkopers schurken zijn of wat dan ook, weet je. Um, wat zijn nou de mankementen of de dingen die het vaakst tegen en er komt waarbij de keuring van toegevoegde waarde is geweest omdat je daadwerkelijk iets eruit haalt wat de klant had moeten weten waardoor de auto niet wordt gekocht? Ik denk wat wij heel vaak meemaken is uh, je ziet natuurlijk de import stijgt enorm met occasions okay mm -hmm. en dat mensen een auto laten keuren die inderdaad op de foto en zo met de tijdse bezichting super goed uitziet. Yeah. Maar dat dan toch tijdens de keuring naar voren komt dat het om eens ex schade -auto gaat. Mm -hmm. En wij zeggen ook van: Kijk, in Nederland rijden ook genoeg auto's rond die misschien een keer schade hebben gehad. En dat ja, is een keer een spotgepeer geweest. Of een hoekje op een voorband. Dat maakt niks uit. Maar wij komen schokkende dingen tegen dat wij denken van zo'n auto zou in principe niets meer aangeboden mogen mogen worden. Nou ja, aangeboden wel worden, maar wel met het verhaal erbij. Met het verhaal ja. erbij, of misschien ook met een eventueel aangepaste prijs aangezien uh, de schadeauto's die wij vaak tegenkomen, ook de manier waarop ze gemaakt worden. Ja. Dan heb je gewoon te maken met een onveilige auto. En dat zijn zaken die, die willen wij natuurlijk het liefst filteren. Ja. En maar die, die gewoon, moet je denk ik filteren. Die moeten wij ja, inderdaad ja. filteren. Die ja. moet je eruit halen. Ja. 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 Maar wij komen, ja, daar is komen wij schokkende dingen tegen. Dus je hebt natuurlijk te maken met je, gewoon de, de standaard dingen die naar voren komen. Van bepaalde reparatieadviespunten. Maar uh, schokkende Schadeouts die komen we ook echt dagelijks tegen. Ja. Ja. En schade is één ding, maar uh, hebben we nog steeds tegenwoordig 20, 22 uh, met auto's te maken waarvan de kilometers niet kloppen. Ook die komen we regelmatig tegen. Nog ja. steeds. Ja, absoluut, absoluut. En is dat dan altijd wel een bepaald segment auto of, of merken, of parallel import? Of, of, of is dat over de hele breedte heen? Uh, toch over de hele breedte heen. Wij, wij zien wel een beetje bij de, bij de luxe varianten. Daar komen ze wel eens vaker tegen, bijvoorbeeld merken als Audi, Mercedes, BMW. Mm -hmm. uh, we horen vaak vanuit de klant vertellen van, oh, maar tegenwoordig kan het toch niet meer, want alles is met zo'n digitale teller en uh, daar kunnen ja. ze bijna niet meer mee sjoemelen. Maar ook daar komen wij toch regelmatig de zaken tegen dat ja, dat, dat gewoon niet, niet kloppend is. Nee. Dus maar daar, daar doen we het uiteindelijk voor. We zijn het concert begonnen om echt een miskoop te voorkomen. En uh, we zijn er ook niet voor om auto's af te kraken, want we willen gewoon, kijk, iedere auto heeft natuurlijk iets, zijn gebruikte voorwerpen. Dus dat is allemaal heel normaal, maar het is wel van hij moet gewoon eerlijk en transparant worden verkocht. En ja. hoe een auto is, zo is die. En uh, dat hoort een klant te weten voordat hij 1000 euro's uitgeeft. Snap ik. Um, volgende, volgende plannen, zeg maar. Wat zijn nou je ideeën voor de toekomst met, uh, met het label? Moet het naar een app toe, moet het naar iets anders toe, of ga je naar de vrachtwagens toe? Ga je naar de bestelwagens toe? Wat zijn de plannen? Uh, we zijn dan natuurlijk begonnen met personenauto's. We hebben sinds vorige hebben bedrijfswagens en campers toegevoegd. Ja. Wij zijn er over nadenken, maar het staat nog echt helemaal in, in de kinderschoenen om misschien te beginnen met motoren, uh -huh. omdat we die vraag ook toch steeds vaker krijgen van mensen die dan. Nou ja, vooral geen APK. Hè? Geen APK inderdaad. Ja. Ja. En daar ook heel vaak schademotoren die weer terug op de markt komen. Dus... Ja, daar, daar is zeg maar het, het wilde westen nog wel steeds in de gang. Want je ziet het in, in de eerste zondag van maart, april, waar het lekker weer is. Dan staan ze allemaal aan de rechterkant van de, van de weg op de vluchtstrook. Ja. Want het ding doet het niet. En, en nou ja, al dat soort dingen meer. Sommigen zijn wel met heel veel liefde onderhouden, maar heel veel ook niet. Ja, ja, ja absoluut. En daar absoluut. heb je wel toegevoegde waarden. Ja, dus dat is om onze dienst uit te breiden naar meerdere onderdelen zou inderdaad dat een mooie toevoeging kunnen zijn. Mm -hmm. Een ander is inderdaad een soort kentekencheck die we dan uh, echt maken op basis van onze eigen unieke informatie. Mm -hmm. Dus je hebt natuurlijk heel veel websites die het aanbieden, een Finnic en andere partijen, maar we hebben natuurlijk informatie die uit rechtstreeks uit onze rapport komen. Dat we misschien een soort uh, koppeling kunnen maken met de bestaande rapporten. Plus de informatie die wij hebben vanuit onze occasion ja. hey, En ho hoe kom je nou aan klanten? Is het alleen maar uh, op Google Ads adverteren, via socials en dergelijke adverteren? Of zoek je ook naar de drukkelijke de samenwerking met sommige autoportalen? Ja, wij, uh, wij streven natuurlijk naar partnerships. Omdat onze, onze doelgroep, die zit natuurlijk op, 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 ja, op autoportalen, zijn hmm. die aanwezig. Uh, tot op heden zijn we inderdaad heel erg actief op Google, social media. Gelukkig mond op mond, wat bij ons heel goed loopt. En dat heeft, denk ik, ook te maken met de after sales die we op dit moment doen. Ja. Dus dat we iedereen vragen: van hoe is het gegaan? En kunnen we jou misschien helpen in de toekomst? Of misschien familie, ja. vrienden, kennissen. Maar het liefst inderdaad is het echt de, de verkoopportalen waar onze doelgroep op zit. Uh -huh. okay. ja. Laatste vraag, Jimmy. Um, als dealers of dealers, universele autobedrijven, motoren, camperbouwers en weet ik allemaal niet wat meer willen weten over de dienstverlening, hoe komen ze dan het best met jou in contact? Uh, via LinkedIn kunnen ze mij benaderen. Dat is Jimmy ja. Grijmans. Ja. Of inderdaad via onze website. En dat is okn.nl. En dan via het contactformulier kunnen ze ons een bericht sturen. Oké. Okay. En dan ga je in contact met ze wat je voor ze kan doen. Absoluut. Zeker. Okay. zeker. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Fijn om meer te weten over, de, uh, over jullie. Product en uh, de oplossing die jullie aan de klanten willen geven. Wat is nou de belangrijkste USP wat je aan consumenten meegeeft? Waarom zouden ze met jullie in? Wat voor probleem, wat voor zin heb je daarvoor? Eenvoud, gebruiksgemak, dat ja. vinden wij heel belangrijk. Dus iedereen die in Nederland een tweedehands auto gaat kopen, ja. kan op ieder moment op ieder locatie een tweedehands auto kopen. Met ja. een veilig gevoel. Ja. Ik vond die andere zin leuke die je had. Het toegankelijk maken van het kopen van een gebruikte auto. Die, beter, ja, die klinkt ja, nog ja, beter. die klinkt nog beter. die is van jezelf. Die, gaan we opschrijven. die is van jezelf. Dus uh, die gebruiken we dan maar. Ja. Hey, Dank je wel. Dankjewel voor de komst al hier. Volgende week uiteraard weer de nieuwe gast. Zelfde missie, de online automotive beter maken. Tot volgende week. Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW Podcast van Paul de Vries. met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes. en deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW Podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC. Vindio, used car controller en tweedehands.be.